Bureau Gender Aangelegenheden, BGA, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Institute for Women, Gender and Development Studies, IWGDS, van de ADEC en de ADEC Ambassadors Huiselijk Geweld willen gezamenlijk de strijd aanbinden tegen huiselijk geweld in Suriname. Deze drie groepen hadden op donderdag 14 juli op het ministerie van Binnenlandse Zaken een ontmoeting om na te gaan hoe er kan worden samengewerkt. Volgens BISA-minister Mike Noor-Salim zijn samenwerkingsverbanden, de zogeheten public-private partnerships, namelijk van eminent belang. Dit wordt ook duidelijk aangedikt in het ontwikkelingsplan. De gevolgen van huiselijk geweld zijn volgens de bewindsman enorm groot en hebben niet alleen te maken met fysieke letsels, maar ook met grote trauma's waaronder de hele samenleving leidt. Renuka Bihari, coördinator van de IWGDS, gaf aan dat het curriculum aan trainingen is ontstaan toen studenten onderzoek deden naar huiselijk geweld en vroegen naar cursussen en trainingen over de materie. Volgens Bihari willen de studenten nu op een hoger niveau functioneren om mensen te kunnen begeleiden. Van Chitra Mohanlal van het BGA kregen de aanwezigen een uiteenzetting over de taken, werkzaamheden en samenwerkingsverbanden van het bureau. Haar collega Melinda Rijmen wijde uit over Orange Day, dat op 24 november 2015 werd gelanceerd, en de He for She-campagne, waarbij zoveel mogelijk mannen en jongens worden betrokken in de strijd tegen huiselijk geweld.